Nog snel even drinken en dan kan de training beginnen. Onder een stralende zon bereiden de Buffalo's zich voor op de Conference League. Een nieuwe Europese competitie met minder grote ploegen, maar daarom niet minder belangrijk, vindt Hein van Hazenbroek. Laten we zeggen, naar interessante affiches is het uiteraard iets minder in die Conference League. Maar het blijft Europees voetbal. Het geeft kans aan andere ploegen om te spelen en we nemen dat serieus op. Je kan ook niet anders. Anders moet je niet strijden ook voor die plaats. Had het ons niet geïnteresseerd, dan hadden we beter aan gedaan om in Mechelen te verliezen. En Mechelen gewoon Europees te laten spelen. Maar dat was onze bedoeling niet. Dus, ik denk dat we nu in een eerste fase, en zeker in die kwalificatieronde, misschien minder grote tenoren gaan ontmoeten. Maar een keer dat je dan in de poelenfase zit, ja, dan gaan er ook nog wel wat interessante clubs zitten. Beginnen doet AA Gent morgen tegen het Noorse Vålerenga, een vrij onbekende, maar in principe wel haalbare tegenstander. Gent zal het wel moeten doen zonder Yaremchuk. Hij is pas terug van het EK en zit niet in de selectie. Ook Laurent de Poitre zal er niet bij zijn. Laurent die heeft nog maar nu deze week denk ik een tweetal trainingen kunnen meedoen met de groep. Dus dan is dat ook normaal dat hij nu nog niet bij de selectie is. Maar we hopen dat hij verder kan blijven evolueren en dan komt hij in aanmerking wellicht voor volgende week. Ik denk dat wij zeker meer dan voldoende kwaliteit hebben offensief. Dat wij spelers bijgekregen hebben met offensieve kwaliteiten. Gianni Bruno, Andrew Jussager, Vakum Bayo is er nu ook bij. Dus ja, ik denk dat wij daar versterkt zijn. Oké, er gaat misschien nog wel iets komen, maar voorlopig denk ik dat dit meer dan volstaat om de resultaten te halen die we willen zien. Aan de grasmat zal het morgen niet liggen. Die is pas vernieuwd en ligt er perfect bij. En voor het eerst in lange tijd mogen er ook opnieuw supporters in het stadion. 5000 om precies te zijn. Ja, superbelangrijk. Omdat, we hebben vorig jaar ook gezien dat er in heel veel wedstrijden, misschien de kleinere wedstrijden, dat het moeilijk was voor de ploeg soms om zich op te laden of er vol voor te gaan. En ik denk, ja, als je in een stadion zit waar dat er toch supporters aanwezig zijn, dat een beetje meer vanzelf komt, zeg maar. Of dat zij zich ook eens kunnen laten horen en dat dat dan wel een boost geeft. Dus we zijn blij dat ze terug zijn.